hier op de sofa. Deze keer heb ik Andreas uitgenodigd. Welkom Andreas hier op de sofa. De reden daarvoor is eigenlijk dat Johan in een vorige editie verwees naar de oplossingscatalogus. En ik wou van u een keer weten wat dat juist was, die oplossingscatalogus. Wel, de oplossingscatalogus is eigenlijk een onderdeel van Vlaavergem.be. Alle lokale besturen hebben daar toegang toe. En dat biedt hen een overzicht van alle oplossingen, software of hardware, die ze gebruiken in hun lokaal bestuur. Oké, dus als ik dat dan wil invullen, moet ik zelf invullen. Ik gebruik die oplossing en uitleggen wat dat is. Ik gebruik die oplossing. Nee, in eerste instantie kunnen ze dus eigenlijk kiezen uit alle oplossingen die erin zitten. Ah. Er zitten nu al meer dan 530 oplossingen in de catalogus. Van zo'n 120 leveranciers. Ja. Maar als die oplossing er toch niet in staat, dan kan er een mail gestuurd worden naar de leverancier om alsnog bepaalde oplossingen toe te voegen. En kan ik die mail dan sturen? Ja, als je de code gebruikt op het platform, dan wordt er automatisch een mailtje gegenereerd die dan naar de leverancier stuurt. Oké, dus als ik dan al mijn oplossingen heb ingegeven, welke nut levert mij dat dan op of waarom zou ik dat doen? Wel, in eerste instantie biedt het u een totaaloverzicht van alle software die je gebruikt, wat dat tevens verplicht is voor informatieveiligheid. En verder kunt u dan ook zien, zoals Johan in een eerder filmpje al heeft gewezen, kunt u zien voor welke referentiecomponenten dan welke software gebruikt, om zo eigenlijk de efficiëntie te verhogen. Dat je geen drie oplossingen gebruikt voor een opmaaksysteem bijvoorbeeld. Inderdaad, oké, dat snap ik. Oké, fijn. Dus dan denk ik dat de oproep is om vooral nog zoveel mogelijk oplossingen toe te voegen. Enerzijds de leveranciers die het zelf kunnen doen, anderzijds de lokale besturen die hun leverancier kunnen aansporen om het te doen. Ja, dat klopt helemaal. Oké, dat was duidelijk denk ik. Dan weten jullie wat jullie te doen staat allemaal. De oplossingscatalogus invullen op vlaavergem.be en zo een eigen overzicht krijgen van alle oplossingen. Dank u wel en tot de volgende keer.